Hallo zeppentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom, jullie favoriete serie. En als het niet je favoriete serie is, leuk dat het je 1 favoriete serie is, of je 2 favoriete serie, of je 3 favoriete serie. Dus een kleine dienstmededeling, 2 dienstmededelingen. 1. Zou je de video een like willen geven, dan help je mij mee met groeien op YouTube, weet je wel, dat ik meer abonnees krijg en meer kijkers en dat ik net zo beroemd word als Gerard Joling. Als je nou zoiets hebt van, hé Rick, ik haat je, of tenminste, ik vind het helemaal niet cool als jij bekend wordt op YouTube. Zeker weten, niet liken dan, in dat geval. Dat is de eerste dienstmededeling. Tweede dienstmededeling is, kijk, wacht even hoor. Hier, zie je dit? Hier zo. Dat daar. Dat is licht, dat is van een lamp. Nee, dat is niet van een lamp, dat is van het buitenlicht. En dat, ik heb gewoon een ding voor mijn raam, waardoor het zonlicht niet binnenkomt. Waardoor ik de illusie heb dat ik gewoon... Dat het gewoon nacht is, omdat ik niet naar buiten durf, omdat ik een vampier ben. Nou, dat is, er zit een heel klein gaatje in mijn donker ding. En daardoor zie je dat kleine lichtje. En wat ik wil vragen daarom, want dat vroeg je natuurlijk af, Rick, wat heb ik daarmee te maken? Nou, ik wil dat je er niet aan ergert. En ik had het natuurlijk veel beter gewoon niet kunnen zeggen, als je niet had gezegd dat er een stukje licht was van buiten. Had het je helemaal niks geboeid. Helemaal niks geboeid. Alleen nou speciaal, omdat ik het eerst opnoem, ga je eraan ergeren. En ik ga je dus zeg maar vragen of je dat, heel lief ga ik je vragen of je dat zeg maar niet wil doen. Cool. Dan gaan we nu lekker verder met het museum. En in het museum moeten we gewoon een beetje ronddurpen. We hebben nu alle beveiligingssystemen uitgezet. Ik vind het wel interessant, dat stukje licht. Dat je denkt, ah, irritant. Dat zal jij als kijker ook wel denken. Ik denk het in ieder geval wel. Wat irritant. Maar denk er eens over na. De zon is zo ver bij onze aarde vandaan. Daar botsen waterstofdeeltjes op elkaar en vormen helium. En zo kunnen wij überhaupt ontstaan door kernfusie waar energie uitkomt. Dat gebeurt al helemaal op de zon. Komt de energie die wij nodig hebben om te leven, die komt daar vrij. En daar komt licht vrij, onder andere bij dat proces. Er komen hele kleine beetjes licht vrij. En die vliegen helemaal vanaf de zon hierheen. Helemaal vanaf de zon vliegt een lichtdeeltje. Zover kan geen enkel mens ooit zijn afstand legt een mens niet eens af in zijn leven. Vliegt een lichtdeeltje helemaal hierheen. Komt mijn kamer binnen. Komt langs het supergeheime donkere raamding. Door een heel klein gaatje en raakt hier de muur. En dan gaan wij zeiken daarover. Ik zie een klein licht. Dat is toch respect? Dat is pas respect. Weet je, mijn definitie van respect. Iets doen voor een ander niet uit eigen belang. Nou, dat stukje zon is helemaal naar mijn kamer gevlogen om mij te irriteren. Dat is respect waard. Gewoon, en hij kon er niks aan doen, weet je. Ja. Is toch mooi om te weten. Waar we nu zijn, nog steeds in het museum. Voor de fight nog niet wist. We moeten hier en daar wat schakelaars uitzetten. Want ja, er staat nog een pittig bewakingssysteem aan. En ik ga je wat vertellen. Van de hele SpongeBob game. Ik heb deze serie namelijk ooit gedaan op mijn kanaal. Toen ik nog een veel slechtere manier van opnemen. Ja, die was er. Toen was de kwaliteit nog veel lager. En toen is het museum het punt dat ik geragequit ben uit de game. De aflevering was gewoon zo kut en er gebeurde zo weinig. Toen ben ik gewoon gestopt met de hele serie. Gewoon met de hele serie gestopt vanwege het museum. Dus weet waar je voor in bent deze aflevering. Dit is een allesbepalende aflevering. Als het museum goed gaat, gaan we lekker door met de game. En als het kut gaat, nou, dan kunnen we het goed meteen stoppen. Tada! En dan denk je, nou Rick, leuk, we hebben het gehaald. Het hele museum is lekker rustig. Je hoort, er gaan enkele robot meer aan de lucht. Oké, misschien 1 of 2. Daarna wat kut robots, daar nog een klein bommetje. In ieder geval, je hebt zoiets van, nou ja, het is wel redelijk opgelost. Al dat gezeik en al dat gehuil. Het is allemaal voorbij. En dan ga ik dat beantwoorden, kijker, met 2 simpele woorden. Nee. Nee, dat is het nog niet, kijker. Het ergste moet nog komen. Gelukkig hebben wij die bubble power, weet je, die ene dat we raketten kunnen afschieten. Dat gaat ons gigantisch helpen, namelijk. Oh, kut. Oh, kut. Even kijken. Ik vind dit sowieso een kutstukje hoor. Daar niet van. Heeft er even helemaal niks mee te maken. Ik weet niet of ik naar deze kant op moet. Volgens mij niet. Volgens mij moet ik namelijk daarheen. En dan kom ik daar ongeveer uit. Het ziet er echt heel slecht uit in 2D, zeg maar. Ik moest gewoon hierop. Ja, oké, kijk. Nou komen we ergens hoor. Oh, daar is al een spatel. Dat gaat nog goed. We hebben alvast een spatel gekregen voor de kutmoeite die we hebben gedaan. Kapauw! Ja. Nou, spateltjes binnen. Hoeveel spatels heb ik nu al niet gevonden in deze wereld? 2. Oelala. Eens even iets gauw verder. Nu komt dus het ergste. Het zijn bewegende platformen met monsters. Nou, die monsters tikken je er heel vaak vanaf. Gelukkig heb ik daar dus mijn raketpower voor. Die heb je normaal niet. Waardoor dit level echt verschrikkelijk irritant en of moeilijk wordt. Gelukkig heb ik die raketpower dus wel. But, ik heb ook die power, maar die heb je altijd al. Computer, even stop met brommen, dankjewel. Nou, dit soort dingetjes. Als je hier dus niet goed naar de overkant springt, omdat je bijvoorbeeld zo'n raket voor je asses krijgt. Ja, zo heen.
moet je weer helemaal opnieuw beginnen. Is dat frustrerend? Ja! Oh, inderdaad. Nou, je kan niet hier omhoog sneaken ofzo. Je moet gewoon dit parcours afleggen. Dit parcours van de eeuwige hel, zoals ik het graag noem. Pats, is hij dood? Oh, cool. Dat is wel cool. Respect. Dat is niet de definitie van respect. Daarom was meer een grapje. Meer een grapje. Maar ik ga nu niet de hele video zeuren over de definitie van respect. Daar heb ik al een video over gemaakt. Oeh, dat ging even niet goed. Dit is het kutste stukje. Alleen, omdat ik dus nu die bubble power heb, is het een stuk makkelijker. En dan denken mensen, was dit nou het kutste stukje? Was dit het nou? Nou kijk, het probleem is, je moet tussen deze dingen springen. Ik wist nooit het trucje dat je als je dubbel springt en dan B doet, dan spring je wat verder. Dat wist ik sowieso niet. Maar nu heb je dus die man. En die gaat echt je leven zuur maken. Alleen het probleem is, deze... Ja, dat dus. Deze plateau zak ook nog eens een beetje. Volgens mij. Ik ga even die man proberen te pakken. Als hij jou te pakken krijgt met zo'n bliksemschicht, dan ben je ver van huis, mijn beste. Dan ben je heel ver van huis. Ik ga even proberen deze sprong te maken. Ja, dit red je nooit. Dit is kut, want dan ben je helemaal beneden. En dan kan je het weer opnieuw proberen. En ik ben zo kut met die timing. Tussen die banden. En er zat er nog zo'n man. Met bliksem. Mij af te leiden. Gelukkig kan ik dus de bliksemman pop maken. Dat scheelt. Maar je moet iedere keer weer dit stukje opnieuw doen. En vooral als je het opneemt. Kijk, als ik dit gewoon doe. Dan word ik na een half uurtje heb ik iets van, nou, weet je, dan hou ik het nog wel vol een half uur. Maar als je opneemt, is het schijt irritant. Want je wil natuurlijk gewoon je kijkers laten zien. Oh, kijk, deze game is vet leuk. Ik ben vet leuk. Oprah Winfrey is vet leuk. Weet je wel. En dat wil ik laten zien. Alleen dat kan dan niet, omdat, fuck die shit. Snap je? Precies. Ik weet ook niet wat nou echt de strategie hiervoor is. Ik denk dat je nu moet springen, want dan komt dit ding via jouw kant op. Dat kun je het beste hebben. Springen. Maar net voordat het ding waar je heen wil springen ook jouw kant op komt. Dat is een beetje... Nu, denk ik. Hij haalt het. Maar dan denk je, is hij er? En dan zeg ik, nee. Kut leven. Het wordt nog erger. Het wordt nog beter. Alweer een kilometer van mijn schoenen afgesleten. Maar mijn moeder mag niet weten, anders krijg ik geen patat. Dat zing ik echt zo vaak trouwens. Neem maar niet, oeh, wat enig. Wat een schattig liedje. Doe je dat al vaker in een video? Ja, echt heel vaak. Nou, ga even dood jij. Dankjewel. Dankjewel, Brutus. Daar ligt een sok, maar ik ga het niet eens proberen. Dan weet je dat alvast. Daar ligt een sok, maar ik ga het niet eens proberen. Nou, hier ziet het redelijk te doen uit. Oh nee, ik ben al gesprongen. Oké, dat was gevaarlijk. En nog een keer. En haalt hij het? Please haal het, Rick. Oh, oh. En dan zie je ook hoe weinig geduld ik heb. Je zat er waarschijnlijk mee te kijken als kijker. En je dacht, ja Rick, als je nou gewoon een beetje geduld hebt, had je het veel makkelijker gered. Wat gebeurt er? Oh mijn god. Voor mij zit daar geen spatel achter. Voor mij is het gewoon puur van, nee, als je wil quick travelen, je kan ook met Sandy erdoorheen. En dan kun je waarschijnlijk bij die sok komen, denk ik. We kunnen eventjes daarin kijken of we Sandy kunnen horselen, terug even die sok kunnen pakken. Dat kunnen we even doen, als we hier Sandy kunnen worden meteen. Dan kunnen we dat even proberen. We zijn nu bij de Trench of Darkness. Oh, dit is niet echt een mooie uitgang, nee. We zijn SpongeBob. Dat is hartstikke leuk, als je daarvan houdt. Waarschijnlijk is hier wel een sokje te halen. Je weet het wel met die glijbanen. Nee? Teleurstelling! Yo! Joehoe! Dit is echt teleurstelling. Als het goed is gaan we hier de laatste drie kunststukjes vinden. Oh ja, die ene die meuk die we voor mevrouw Puff moesten zoeken. Miauw! Oké, ja, dit laatste stuk is echt bullshit. Je had in één keer heel veel spatels voor niet echt iets moeilijks doen. In principe vind ik deze wereld, hij is wel leuk, vooral omdat hij zo aan de serie doet denken, maar... Mwah, ik vind hem niet heel super. Oké, daar is iets te doen. Daar is een machine met een sokje ernaast, als ik even goed kijk. Ja. Hartstikke schattig natuurlijk. Gelukkig heb ik de bubble power en dat maakt het leven zoveel beter. Dus even kijken, daar is een stukje kunst. Wat kan ik doen momenteel? Wat zou je doen als er nooit meer een morgen zou zijn? Nou dit, doe je handen in de lucht, Ali B, motherfucker. Nee, dat gaat niet echt ergens heen. Hier kun je zo leuk bolletjes... Oh nee, dan moet ik weer eens met tijd gaan doen. Tijd en bolletjes, jongens. Zijn jullie er klaar voor? Maar natuurlijk niet. Oké, dan moet je hier de bocht om. Dat is wel echt... Dit gaat hij nooit halen. 1. Oh! 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 Hoe doet hij dat? Hacks. Sowieso hacks. Even kijken. Daar hebben we een boze man. Die lekker slapen kan. En hij is dood, hij is dood, hij is dood. De boze man is dood, de boze man is dood. Auw! Oké, daar heb ik Sandy voor nodig. Dan kan ik daarheen, kan ik daar een schilderijtje pakken. Daar is een mosterdman. Of eigenlijk een tartaarsausman. Ik weet niet, ja, er staat ook tartaar op. Dus het is wel een tartaarsausman, ja.
is voor mij gewoon puur gebaseerd op die aflevering van SpongeBob en de tartaarsaus. En als je dat niet veel zegt. Voor mij heb ik in een van de vorige afleveringen erover gepraat. Over Plankton met een meneer Krabspak die dan aan SpongeBob vraagt of hij het recept nog heeft, want hij is hem kwijt ofzo. Eerst heb je zo'n leuke haak kopen. Oftewel, zoals ik altijd aan het zeiken ben. Je koopt gewoon letterlijk een spatel. Tenminste, als er een spatel beneden is. Soms is er een sok beneden. En dan... Oh, fuck! Mijn anus! Er is een sok beneden. Ik heb 2400 muntjes betaald. Voor een sok! Ik voel me verraden. Ik voel me echt zwaar verraden. Zwaar! Ik zou echt zweren dat daar een spateltje lag. No. Anders had ik het niet gedaan. Hoor. Ik zoiets van, nee, die sok... Kun je in je hol steken. Ik ga niet zeggen dat je het moet doen. Maar het kan zeker. En ik raad je ook aan het te doen. Kut leven. Nou, eens even kijken. Even simpel beginnen. Waarschijnlijk kun je deze fan wel doodmaken door een van die dingetjes bij hem. Die tikkies kapot te maken. Even kijken of dat werkt. Ah, dat werkt als een trein. Het werkt als een trein, jongens. Een eigen trein. Een plek onder de zon. En altijd iemand in de buurt. La 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 la. Nou, oké. We gaan even weg. Waar kan ik heen? Ik denk als ik zoiets doe, dan kom ik wel weer heel aan, zeg maar. Woo! Texas, bitch. Tada! Eens eventjes kijken. Nou, oh, die doos heb ik nog helemaal niet geopend. Dat is natuurlijk niet zo handig. Ik moet hier wel Sandy zijn. Het wordt een beetje geforceerd. Soms doen ze dat. My rise to power. Ja, ik zie die lasers, Plankton. You mean them things that look like fancy washing machines? To your puny brain, I suppose. You need to turn on each one of those in order to cross the last part of the trench of advanced darkness. Okay. Okay, nou, ik moet dus nu lasers aanzetten. Dan denk je, Erik, is dit moeilijk? En dan zeg ik, nee. En dan zeg jij, oh, ik heb wel een sok gevonden. Maar weet je, zeg je dan heel terecht als kijker. Je kan ook gigantisch veel geld betalen voor die sokken. Is dat niet veel leuker? Dan zeg ik, ja joh, 2400 muntjes toch? Of shinies eigenlijk? Ik ben het helemaal mee eens. Dat is een veel betere prijs voor een paar sokken. Wie koopt er nou weer sokken? Voor 2400 euro. Weet je, heb je wel eens gehoord van de HEMA? Is dat een concept dat niet helemaal... Fucking shit! I'm done. Net zoals van die mensen die zeggen... Van, heb ik daar al een keer over lopen zeiken? Nee, voor mij niet. Van een mobiele telefoon met Flappy Bird... Is 50.000 euro waard. Want dat was toen zo. Weet je. Iemand had het op Amazon gezet voor 50.000 euro. Een mobiele telefoon met Flappy Bird. En dan heb ik zoiets van ja. Dan denk je niet na als je dat gewoon gelooft als kind. Of teenager. Mutant Ninja Turtle. Dat zijn wij nou. Wij zijn Teenage Mutant Ninja Turtles. Maar op als je volwassenen bent en dit kijkt. Zoals ik ben ook 18, maar ben nog steeds een teenager volgens mij. Voor mij ligt de grens van teenager pas tot je 22ste of iets in de richting. I don't know. Het is allemaal weer subjectief en zo. Maar ik vond... Dat geloof je toch niet? Een mobieltje met een app die gisteren nog gratis was, die in één keer 5000 of 10.000 of welk random bedrag ooit waard is. Nee, dat werkt niet zo. Weet je, hetzelfde als dat je zegt, ja, HEMA haalt hun onderbroeken uit de schappen. En als je nu nog een HEMA onderbroek hebt, is die in één keer 10.000 euro waard. Wat bepaalt de waarde van iets, is de eerste vraag die dan komt. De waarde van iets wordt bepaald door of mensen het te veroveren hebben. En iemand die het moet aanbieden voor die prijs. Is vraag en aanbod. Als rozen 10.000 euro per stuk zijn, omdat mensen dat ervoor over hebben, komen er vanzelf rozenaanbieders die zeggen, nou, ik verkoop mijn rozen wel voor 5.000 per stuk. En dan worden ze goedkoper. Zo werkt het ook met een mobiele telefoon met Flappy Bird. Als één iemand 10.000 euro over hebt voor een mobiele telefoon met Flappy Bird, is het dat niet meteen waard. Weet je? Dat is, de waarde bepaalt niet wat één persoon ervoor over heeft. Het is een combinatie van vraag en aanbod. Dat moet je weten. En dat is ook zo met onderbroek, met sokken. Ik wil geen 2400 betalen voor een sok. Begrijp dat nou. Begrijp dat nou. Niemand begrijpt me. Oké, dit is kut. Dit is kut. Oké, dit ging er best goed. Het viel mee hoe kut het was. Nu zijn we bij de tweede laser. Dan gaan we die vlekken uitzetten. Want dan fixen wij die shit. Die lasers moeten allemaal uit. Oh nee, Sandy gaan we niet zo doen. Sandy! Fucking Sandy! Ja, dat ja, Sandy. Goed gedaan. Grandissimo. Nou, dan moet je deze laser uitzetten of aanzetten, net wat je wil. Voor mij is het aanzetten, ja. Maar het is toch gigantisch kutgeluid als je in de buurt bent. Zo van, nee, ben aan het praten, gap. Ben alweer aan het doen. Even kijken, dan moet je weer daar weer op. Dit leuke, bewegende stuk stront. Moet je daar weer heen. Dit ding pakken. Zo lekker slinger, slinger, slinger doen. Lekker hoor, hartstikke leuk. Zie me plezier hebben. Nog even deze slinger, slinger, slinger pakken. Eventjes daarheen, een slinger. Oh nee, dit gaat net goed, denk ik.
Het gaat net goed, of niet goed. Wat wil je nou, Rick? Goeie vraag. Bas boom. Gekke oen. Bas bim bam. En een stukje kunst. Oké, dat is wel fijn. Ik persoonlijk ben ik echt dol op kunst. Dus het komt heel goed uit. En nu gaat deze laser lekker aan en die brandt allemaal stukjes los. En dan kun je allemaal spatels halen hier en daar. Hartstikke leuk. Dankjewel, laser. Ik kan hier de video afsluiten, maar, ik kan het ook, schijnt, heb ik gehoord van de kijkers, ik kan het ook niet doen. Dus zit ik een beetje mee te spelen van, wel doen? Niet doen. Nou, jij weet het al, kijker, want je hebt gewoon een hele leuke tijd in beeld staan van Bas, boom, keiharde realiteit tijd. Je ziet namelijk gewoon staan hoe lang de video nog duurt. Dat kun je gewoon berekenen. Als je zeg maar de tijd op de video nu zit van de tijd die de video duurt afhaalt, heb je hem gewoon. Eens even kijken, hier zijn drie lasers. Ik zag alleen dat blok met die spatel erop, daar wil ik eigenlijk wel heen. Na eventjes kort nadenken kwam ik tot de conclusie, hé, daar wil ik eigenlijk wel heen. Maar waar is dat? Oh, ik krijg ook even van Plankton zelf krijg ik ook al een spatel. Dat vond ik een beetje raar dus. Je moet dat blok al activeren om verder te kunnen. En dan daar aan het einde van dat pad ligt nog een keer een spatel. Nou, in ieder geval, ik heb een 49. Dat is een mooi getal. Als 49 je lievelingsgetal hebt, is het helemaal een mooi getal. Oh, het is gewoon die kant op, joh. Oké, cool. En dan moet ik dat Texas ding daar even pakken en dan kan ik er zo heen sturen. Oké, cool. Dat kan ik wel, dat kan ik wel. Nog een gratis spatel voor jou en voor mij. Want van een gratis spatel wordt deze jongen heel blij. Gratis spatel hier, gratis spatel daar. Krijg ik er ooit genoeg van? Natuurlijk niet, want spatels zijn top en ik ben echt de man. Gratis. De spatel, de gratis spateltje, la 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 la, de tamper, oh when the saints come marching in, hiya! En dan kijken we deze aflevering. Volgende aflevering gaan we verder met SpongeBob SquarePants, Battle for Bikini Bottom. We gaan eventjes sowieso de Museum Art return, want er moet er nog eentje. Ik hoop dat die daar ligt, en als die daar niet ligt, heb ik het er flink verneukt, dat kan ik gewoon nog meer doen. Across the Trench of Darkness. En ik heb bij mijn 2 levels helemaal gemist. Oké, toppie. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Geef me een like als je hem leuk vond. Dit helpt je mee. Zo klink ik nu. Tot de volgende aflevering. Hopelijk vond je hem leuk. Dat is het belangrijkste. Vond je hem leuk? Leuk voor je. Vond je hem niet leuk? Jammer dan. Tot de volgende aflevering. Doei!